Ik ben Ton Remmers. Ik woon in Borne sinds 1979. Ik ben inmiddels gepensioneerd. Bouw een kleine eigen praktijk af op het moment als kwaliteitsonderzoeker in het onderwijs. En ben in Borne actief, eigenlijk al sinds ik in Borne woon, als bestuurslid in allerhande functies, allerhande instellingen en organisaties. En nu nog in de bestuurscommissie lichamelijke opvoeding sport, paardencomité Borne Rijnen en voorzitter van de stichting Borne Duurzaam. En die stichting Borne Duurzaam is eigenlijk de stichting als partner in Mijn Borne 2030. Die heeft gesignaleerd van we moeten weer eens een keer goed gaan luisteren wat de mensen in Borne nou eigenlijk willen met Borne, het Borne waarin ze leven. En waarin ze wonen en waar hun kinderen gaan wonen en kleinkinderen gaan wonen en waarin ze werken. Gewoon wat willen we nou met dit dorp? En in die hoedanigheid heb ik u gisteravond in Cultuurs gezien. Eigenlijk alweer een stap verder. Want wat we dus nadrukkelijk gezegd hebben, en ik denk dat dat niet duidelijk genoeg kan zijn. Het initiatief van de burgertop in Borne. Wij gebruiken liever het woord burgertop dan G1000 Borne. G1000 Borne is voor ons echt een soort merknaam, zeg maar. Maar het is ook een kreet waarvan je moet denken van ja, wat kan de burger met de kreet G1000? Kunnen het uitleggen wat het is? Maar wij noemen het de burgertop en we willen het volstrekt loskoppelen van het begrip duurzaamheid. Want dat is eigenlijk een van de grote risico's dat je de belangstelling en daarmee ook de mensen die je wilt bereiken en de vragen die je ze wilt stellen gaat inperken tot duurzaamheidsvraagstukken. En duurzaamheid, het punt met duurzaamheid is alles gaat over duurzaamheid en dan gaat er ook niks meer over duurzaamheid. Meneer Remmers, u heeft het over de burgertop. Zeg maar Tom. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wij hebben het. Wat wij ons bij de burgertop voorstellen, is dat we een zo representatief mogelijke, zo'n herkenbaar mogelijke groep inwoners van Borne van 16 jaar en ouder. Verder, dat is ook de enige grens die eraan is. Je woont in Borne en je bent 16 jaar of ouder. Bij elkaar willen gaan krijgen op een dag in het najaar. Met eigenlijk de hele simpele vraag, zoals we daar zitten met elkaar. Hebben we één ding met elkaar gemeen. Wij wonen, leven, werken in Borne. Dat betekent, Borne is belangrijk voor ons. We hebben allemaal beelden bij van waar het met Borne naartoe moet. En hoe het Borne waar ik in wil leven eruit ziet. Gaat zien en het Borne waar mijn kinderen en kleinkinderen in gaan leven. Hoe dat eruit zou moeten gaan zien. Nou, laten we daar nou eens mee beginnen om die vraag te beantwoorden. En dat is ook de enige staatsvraag die er is. Hoe gaan we verder met Borne voor onze kinderen en kleinkinderen? Dat is uiteindelijk het doel. Wat vinden wij belangrijk voor Borne, zodat Borne voor onze kinderen en kleinkinderen ook dezelfde plezierige, leefbare gemeente is als die het nu is? Hoe wilt u dat bereiken? Dat willen we bereiken door zoveel mogelijk. Ik heb even de term G1000 genoemd. De 1000 staat voor in feite het aantal mensen wat je hoopt te bereiken. Het is een ambitie, niet meer dan dat. Laten we proberen met pak en beet 1000 inwoners uit Borne een dag bij elkaar te gaan zitten en op een gestructureerde manier met die 1000 inwoners het gesprek voeren met als uitkomst dat er aan het eind van die dag een aantal hele concrete ideeën en plannen en projecten liggen waar mensen mee aan de gang gaan. Die zich allemaal richten op het behoud van en het versterken van de leefbaarheid, noem het maar op, in deze gemeente Borne. Wel even nadrukkelijk gemeente Borne. We hebben het niet over de woonkern Borne, we hebben het over de gemeente Borne. Dus inclusief de kernen om Borne heen, Heerlen, Zenderen, Azelo. Aha. U heeft over concrete plannen. Ja. Ik weet, in meerdere gemeentes zijn er G1000 burgertoppen geweest. Ja. Heeft u daar wat voorbeelden van, zodat de luisteraar, de kijker weet waar het over gaat? Voorbeelden in de zin van de gemeente waar het geweest is. En wat voor concrete voorbeelden daaruit voortgekomen zijn? Dingen uit voortgekomen zijn. Puntsgewijs, alsjeblieft. Ik zal proberen even een paar aan te halen. Ik weet dat het is geweest in Nijmegen, het is in Utrecht, het is in Groningen geweest, het is in Norg geweest, het is in
Eindhoven geweest. Nou, dat zijn in ieder geval wel een aantal gemeenten. Er zijn totaal 8 à 9 gemeenten in Borne hebben een G1000 dag gehad. Amersfoort niet te vergeten, daar is het begonnen. Amersfoort heeft inmiddels al een tweede keer een serie gehad. En er zijn in Amersfoort een aantal nieuwe in voorbereiding. De dingen die daaruit voorkomen kunnen heel simpel zijn. Het kan zijn dat je zegt van... wij constateren dat er een hoop mensen alleen thuis achter de ramen zitten. Laten wij met 10 man een aantal mensen iets organiseren... zodat je de mensen met een busje ophaalt naar de winkel toe. Zo kleinschalig kan dat zijn. Het kan ook zijn dat mensen zeggen dat er een idee uitkomt van... wij willen de veiligheid in de wijk gaan bevorderen. Op plekken waar nog niet zoiets is als wat in Borne-Waak doet... Waar wel veel onveiligheid in de wijk is, van wat voor vorm dan ook, dat er dan een initiatief van de grond komt die zegt van wij gaan met 10 mensen gaan we iets op poten zetten wat die veiligheid in die wijk of in dat stuk van de stad gaat bevorderen. Het kan ook zijn, ik noem een hele rare, de straat waar ik woon in de Stroomes, dat is gewoon even een fantasievoorbeeld, maar dat kan zoiets zijn. Dat is, op zich is dat een circuitje. Waar niet zoveel auto's doorheen komen, maar wel veel kleine kinderen wonen. En wat de neiging heeft om tenminste de ene kant in en de andere kant eruit te gaan. Nou, je kunt zeggen, wij willen voor dit soort straten, we hebben een speeltuintje daar op de hoek. Nou, laat dat speeltuintje maar vervallen. En wij willen voor dit soort straten in het midden een soort gemeenschapstuin van een meter breed. Ik noem maar iets. Zodat je gewoon gaat verhinderen dat dat doorgaand verkeer gaat worden. En dat je daarmee de veiligheid op straat gaat vergroten. Dat soort ideeën kunnen eruit komen. Het grappige is dat je dat nooit niet kunt voorspellen. Ja. Omdat je met zo'n open vraag begint, weet je eigenlijk niet precies aan het eind van de dag wat eruit komt. En dat vind ik juist het spannende. Ik snap dat. En dat is ook heel eng. Want je weet, het is volstrekt onvoorspelbaar hoe het gaat, hoe het gaat aflopen naar inhoud. De structuur is bekend, de manier van werken is bekend. Het is duidelijk, er gaat wat uitkomen, maar wat er uitkomt, geen idee. Maar werkt het wel dan? U zegt, het kan eng zijn, zonder agenda werken. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Heeft u een voorbeeld uit de andere gemeentes? Of daar concrete, succesvolle... Nou, de dingen die ik aantal die ik genoemd heb, daar weet ik van dat ze uit andere gemeenten naar voren zijn gekomen. Ook vragen met betrekking tot de beplanting in de wijk. Dat er dan kleine straattuintjes worden aangelegd, moestuintjes in de wijk. Dat die gaan komen. Dat die dingen worden gerealiseerd. Dat komt van de grond. Als je kijkt naar Amersfoort, naar Groningen. In Groningen is het heel leuk. Daar is die discussie tot stand gekomen als uitkomst van de G1000. Is in Groningen de discussie tot stand gekomen over het sociale inkomen. Dat überhaupt mensen gewoon een basisinkomen moeten hebben. Of ze daar, om wat voor reden dan ook. Dus niet meer bijstand, niks ervan. Gewoon mensen hebben een basisinkomen en doen daarmee wat ze willen. Als ze erbij gaan werken, prima. Als ze ermee tevreden zijn, ook prima. En dat is in Groningen nu een experiment wat loopt. Ja, dat is wel interessant, ja. En dat is rechtstreeks een resultaat van de G1000 in Groningen. Ja, dat is wel interessant, ja. Ja. Dus wat er gisteravond werd gezegd in het cultuurhuis, systemen kunnen wel degelijk veranderd worden. Door de burger, toch? Ja, systemen kunnen... Elk systeem drijft op de massa die het aangaat. Dus het bestuurlijke systeem, gemeente, drijft op de massa van de burger die het bestuurt. De discussie gisteravond was geen discussie, maar op een gegeven moment de inbreng gisteravond was ook altijd van ja, wie is nou de echt sturende, aansturende partij? Is dat nou de burger die zijn bestuur, in casu het gemeentebestuur, aangeeft waar het heen moet en de opdracht geeft om dat zodanig aan te sturen dat het gerealiseerd wordt? Of is het gemeentebestuur die zegt, wij zijn van plan een aantal dingen te constateren, burger, doet u maar. Dat is even heel zwart-wit de lijn waar het om gaat. Ik ben ervan overtuigd dat de wijsheid van de massa verder gaat dan het inzicht van de top. En wat ik met dit initiatief wil losmaken, is die wijsheid van de massa. Maar hoe ziet u dat praktisch voor zich? Een aantal 100 mensen,
komen ja. samen om te praten. 10 december is me bijgebleven in het Woldrik. Ja, in het Woldrik, ja. Die gaan praten zonder agenda. Ja. En op een gegeven moment, alles ligt open. Op een gegeven moment wordt er een soort besluitenlijst gemaakt door een aantal... Hoe ziet u dat praktisch voor zich? Op die dag gaat het heel praktisch zo dat je begint met in kleine groepen van 5 tot 8 mensen aan tafel bij elkaar te gaan zitten. En je krijgt die al op een vraag, wat vind jij belangrijk voor Borne? Een half uur de tijd om het in die groep van 5 mensen daarover te brainstormen. En daar eigenlijk ieder voor zich het kernbegrip uit te halen, het belangrijkste steekwoord van dat gesprek uit te halen en naar de andere deelnemers aan te reiken. Dat aanreiken, daarvoor gebruiken we de inbreng, de hulp van het landelijke platform G1000, die begeleiden deze dag zowel inhoudelijk als technisch. Wat we gisteravond hebben gezien is een klein voorbeeldje van hoe dat werkt. Dan moet je je voorstellen dat als er, dus, ik noem een getal, 500 mensen zijn, dan zijn er dus 100 tafels met 5 mensen. Dan hebben we, elke tafel heeft een laptop voor zijn neus met, en kan iets intypen. Of de mensen krijgen op hun telefoon een appje waar ze zelf een kernwoord kunnen intypen. Die woorden van al die 500 deelnemers worden verzameld. En daar komt op een gegeven moment via een softwarepakket komt daar een top 10 van begrippen uit. En dat zijn na dat half uur alleen nog maar de begrippen die deze mensen belangrijk vinden. Of misschien wel een top 100. Maar je kunt ze niet alle 100 pakken. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zeggen we, oké, we pakken de belangrijkste 10 eruit. Die worden onmiddellijk zichtbaar. Dat zag je gisteravond ook. Hoe groter een woord in de woordenwolk wordt, hoe meer mensen dat woord ingebracht hebben. Met inachtneming van het feit dat al die mensen iets anders kunnen bedoelen met hetzelfde woord, dat is helemaal nog niet, op dat moment nog niet belangrijk. Dat komt in de loop van de dag, wordt dat wel uitgewerkt en doorgevoerd. Dus aan het eind van 2, 3 van die rondes is echt duidelijk van dit zijn de 10 begrippen waarvan deze paar honderd mensen zeggen van... En met die begrippen, wat gaat ermee gebeuren? Dan zijn die begrippen, smiddags wordt alles gehergroepeerd. Dan zit iedereen dus ook met andere mensen aan tafel, maar ook met grotere groepen mensen aan tafel. Zodat je ook wat meer inbreng van meer kanten tegelijk op een woord krijgt. Een woord wat daarboven komt, is vanaf dat moment een thema wat kennelijk leeft. Omdat het zoveel genoemd is, trekken we de conclusie dat is kennelijk belangrijk. Wij noemen dit één thema. Dan aan het eind van de middag moeten die thema's uitgewerkt zijn in concrete projectplannen. En moeten achter dat thema, elk thema, moeten een aantal namen staan van mensen die zeggen, ik vind dit inderdaad belangrijk. Ik ben erbij geweest, ik heb er meegedaan, ik ben meeverantwoordelijk voor de uitwerking van dat thema. En dan wil ik ook dat het letterlijk handen en voeten krijgt. En dat zijn mijn handen en voeten. En hoe zorgt u ervoor dat u niet de mensen krijgt die altijd plannen bedenken, al of niet in hun eigen belang? De usual suspects. Die op zich zijn usual suspects ook welkom op vandaag. Alle denkkracht is welkom. Mm-hmm. Het aardige van de systematiek van G1000 zoals die nu is, dat je het belangrijkste is de mensen die worden uitgenodigd om te komen. De dwarsdoorsnee van de Bornse bevolking. Die wordt samengesteld door een random loting uit de Bornse burgerij. Daarnaast zijn andere mensen die niet in de loting zitten, maar wel vinden dat ze iets in te brengen hebben, zijn welkom, kunnen zich ook opgeven. Maar die hebben wel een andere positie daarin. Dan krijg je dus, je krijgt bijvoorbeeld een categorie politici. Mensen die in de raad zitten of in BMW zitten. Als die niet in de loting zitten, kunnen ze zeggen, ik wil wel. Maar dan zou je ook, degene die, daar stel ik nu ter plekke voor, u nodigt er eentje bij uit. Maar dan zou je ook eentje bij moeten vinden die niet kan, niet wil, niet actief is. Dat zou een mooie oplossing zijn. Want anders krijgt u toch weer een Nee, maar je bent nog niet klaar met mij. Je vroeg van hoe dat nou doorwerkt. Mm-hmm. Maar je krijgt dus een aantal groepen, dat zijn heel concreet zijn dat de mensen die in de politiek zitten, zijn mensen die bij de gemeente werken, ambtelijk werken.
Dat zijn mensen die in clubs al actief zijn. Dat heet dan, in G1000 termen zijn dat de vrije denkers. Dat noem ik dus de usual suspects, die er altijd al zullen zijn. Zo zijn er nog wat specifieke categorieën. Op een gegeven moment krijgt, en dat is iets wat we nog niet vermeld hebben, er wordt op een gegeven moment door iedereen die daar zit een stem een waarde gegeven aan de thema's die uiteindelijk belangrijk gevonden worden. De deelnemers kiezen stemmen ze voor een thema. En dan komen daar uit de 100 die er misschien komen, komen de top 10 uit. En dan komt de truc. Bij de aanmelding is onmiddellijk zichtbaar in wat voor rol iemand daar zit. Is hij een ingelokte iemand, laat ik het zo maar zeggen. En dan krijgt hij ook het maximale stemrecht. Zit hij daar in een positie, de burgemeester, of iemand van een belangenvereniging, dan krijgt hij geen stemrecht. Dan kan hij wel een stem uitbrengen, maar dat is mooi. Tel niet mee. Dus hij wordt wel geaagd mee te denken. Kan wel meepraten, maar als het om de besluitvorming gaat, zijn het alleen maar de mensen die direct, die als burger, simpel als burger van Borne zijn, die beslissingsbevoegdheid hebben. Ik moet zeggen, dat is een, ja. Dus dan los je dat probleem op. Dat geeft meer kans op een eerlijke verdeling. Dan krijg je wel de kennis, de vragen van de mensen die ermee bezig zijn, maar uiteindelijk de burger van Borne is bepalend. Dat is ook de basis van die hele G1000-formule. Maar ik ga er toch nog even op door. Hoe zorgt u ervoor dat niet alleen de hoogopgeleide mondige man-vrouw komt, maar ook degene die niet hoogopgeleid en niet mondig is of niet wil? Is er een mogelijkheid om hem of haar erbij te betrekken? Nou, het zijn een aantal wegen die je dan moet bewandelen. Punt 1 is, je moet op een gegeven moment eerst de mensen uitnodigen. Hè. Je moet een soort trekking doen vanuit het bestand van de gemeente. Dat mogen wij niet eens doen, dat doet de gemeente. Er zijn genoeg mensen die die uitnodiging ongezien de briefbus in gooien. De vuilnisbak in gooien. Als het heet G1000, maar ik zou heel blij zijn als er 300, 400, 500 mensen zijn. Mm-hmm. Stel, maar de ambitie is 1000. Nou, dan moet je er misschien wel 6.000 of 7.000 of 8.000 uitnodigen. Dus je moet een selectie uit de burgerlijke bestand maken van 8.000 à 9.000 mensen. Die stuur je een brief. En dan kijk je wat, en die stuur je later nog eens een keer een herinnering. En dan kijk je, dus daar komt een eerste selectie al uit die ze ook daadwerkelijk aanmeldt. Waarmee ik tegelijkertijd zeg dat het aanselecten van de mensen die er zijn, dat kent zijn grenzen. Een tweede lijn. Welke grenzen zijn dat? Mensen die het niet interesseert melden zich niet aan. Okay, ja. Ook al hebben ze best wat in te brengen. Mensen die volstrekt het vertrouwen in wat dan ook verloren zijn, melden zich niet aan. Dus de mensen die zich aanmelden, zijn per definitie al meer betrokken, meer actief dan de rest. Ja. Dus dat is een selectie, daar heb je geen grip op. Dat is nou eenmaal zo, dat moet je maar accepteren. Maar je kunt wel de belangstelling en de betrokkenheid stimuleren in de tijd daar naartoe. En dat is dus ook een van onze belangrijkste opgaven het komende half jaar worden. Dat we, en door gerichte communicatie, onder andere via jullie, via de krant, via Bornse krant, via de Week van Borne, via Borne Boeit, alle kanalen ook volop gaan gebruiken om over dit initiatief en de vorderingen daarin en de achtergronden ervan en de bedoelingen ervan te communiceren naar die Bornse burger toe. En een derde lijn is dat wij de komende maanden er naartoe ook proberen om zoveel mogelijk het bestaande kader van Borne te benaderen. En dan denk ik dus aan de wijkverenigingen, dan denk ik aan de sportverenigingen, dan denk ik aan andere verenigingen te benaderen om ook via die kanalen en de communicatielijnen die daar zijn om rugbaarheid te geven, informatie te verschaffen naar hun achterban toe. Dus via de organisaties, via de media en via degene die jullie zelf uitnodigen? Ja. Oké, goed. Ja. Heb ik het toch goed begrepen? En we zullen ook heel veel gebruik gaan maken van social media daarin. Dat is altijd een heel goed communicatiemiddel. We hebben natuurlijk Borne 2030, Borne 2030. Ja. We hebben het Borne Panel. Ja.
hebben het Borne Boeit Café, ook een soort ontmoetingsplaats. Wat kan deze burgertop, al of niet G1000, eraan toevoegen? Of mee samenwerken? Of hoe ziet u dat voor zich? We hebben wel eens schertsenderwijs tegen elkaar gezegd, wat wij van plan zijn te doen is eigenlijk Mijn Borne 2030 2.0. Gewoon daar eigenlijk weer een schop tegen de schenen geven om dat weer nieuw leven in te blazen. Daarmee zeg ik, geef ik ook een beetje antwoord op de andere. Het is Borne Boeit Café. Welke noemde je nog meer? Borne Panel. Borne Panel. Nou, Borne Panel kom ik eenmaal apart op terug. Mm-hmm. Dat is wel een, vind ik wel een andere. Maar die andere dingen die je noemde, dat een G1000 dag is in die zin eenmalig. Daaruit komen, komt een heleboel reuring voort. Een reuring in de zin van mensen die zichzelf een doel stellen en met dat doel aan de gang gaan. Een van onze grote zorgen zal straks ook worden om dat ook te blijven faciliteren. En dat het niet vervolgens verzandt in de oneindigheid. Ja. En daarmee, dan op dat moment kunnen dat, die andere initiatieven kunnen daar een rol in gaan krijgen om daar een bindende factor in te gaan zijn. Wij denken ook heel sterk hier aan het cultuurhuis. De cultuurhuis heeft een ambitie, als noem het maar wat vroeger het opbouwwerk deed. Nou, laat ze de ambitie maar waarmaken. Dan krijg je het straks op een presenteerblaadje aangeboden, bij wijze van spreken. Burgertop wil ik nog even apart noemen. Er zit een heel duidelijk verschil in wat de burger, of sorry, burgerpanel doet en wat wij doen. Hoewel qua methodiek zijn er verwante dingen in te bespeuren. Het burgerpanel van de gemeente legt bestuurlijke vraagstukken voor aan de burgers die zich opgegeven hebben voor het panel. Maar dat zijn dus bestuurlijke vraagstukken. Wij vragen de Borne naar wat voor vraagstukken er zijn. Ja. We gaan dus volstrekt inhoudelijk en strategisch en politiek van de andere kant af. Dit is 100% een bottom-up. Bottom-up, inderdaad. Ja, van onder naar boven in plaats van boven naar beneden. Inderdaad. En daar zit dus een heel fundamenteel verschil in met het burgerpanel. Ja, inderdaad. En dat is ook leuk eigenlijk, dat dat kan. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop er dat veel mensen uit Borne, de gemeente Borne, er iets aan kunnen bijdragen. En ik wens u succes. Dankjewel. Wij gaan ons best doen. Mag ik u danken? Graag. Jullie ook.